gaan we dit doen? Frank en Jan. Pakken we zijn ook open. Dat zijn jouw billetjes nu. Ah! Oh nee. Bijouterie. Zo. Wij dingen naspelen. Silla. Ja. Wauw. Kijk, dat is leuk. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Hoi! Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En Luxie die zit hier op de glijbaan. En ja. Lucilla zit daar lekker te tekenen. En Luan die is nog aan het aankleden op zijn kamer. Want we hebben vandaag nog lekker vrij. Want de scholen staken vandaag. Vandaag en morgen. Dus de kids die boffen wat dat betreft weer. Want we hebben vandaag nog lekker een dag vrij. Oeh, Luxie. Gaat het goed? Ja. Ja? Pop, waar is je pop? Oh jee, waar is je pop? Oh. We hebben natuurlijk een superleuke lang weekend achter de rug. Waarin Lucilla haar filmrol heeft opgenomen. Ze moet nog wel 2 dagen, dat is volgende week, nog een keer terugkomen op de set. Want dan zit ze nog een keer in een paar scènes. Aangezien ze het zusje van de hoofdrolspeler is. Ja, dus vandaag weer een lekker rustdagje thuis. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Pippi. Pip ook weer lekker thuis, hè? Och, kijk dan, dat kopje. Dat kopje. Oh, oké, Pipje dan. Een leuk hondje. Helemaal in mijn hand. Ja. Kijk dan hoe ze zit ook. Gekke hond. Gekke hond. En ook een goede morgen vanuit papa. Hé, hey, kinderen, fijn om thuis te zijn, hè? Ja. Maar toch? Niks is zo fijn als... thuis te zijn. Ja. Nou, mama heeft al meisje klaar. Hou woezel, ken dan niet, ken dan. Gek al. Gek al. Kom, ga lekker ontbijten. Ga je mee, Silla? Ah, jawel, kijk. En ons knusse keukentje. Nou, en we zitten weer lekker aan het ontbijt. Met z'n drieën op een rij. Oeh, was ik jullie bijna vergeten. Wij zijn inmiddels, zitten de kinderen al in de auto bij papa. En gaan we even boodschappen doen. Dan moeten jullie natuurlijk wel meenemen. Dus we gaan even lekker boodschappen doen. Dan hebben we alles weer in huis. En dan gaan we weer terug naar huis. Zo. Kijk, daar zitten ze al in de auto. Luxie die is in slaap gevallen. Ik wacht hier met Luxie. In de auto. Zegeltjes plakken en een knuffeltje misschien. Tot zo. Zachtjes. Kom maar. 1, 2. Ja, boodschaptassen mee. Kom maar. 1. Hoppatee. Oh, dit is onze spaarkaart. En hopelijk misschien weer een knuffeltje. Ik weet het niet. Benieuwd. Wil jij nog een knuffeltje? Die ben ik weer. Ja, maar ik weet niet of ik dit ga redden. Anders voor de volgende week. Goed? Wil jij erin zitten? Ja. Pas je er nog in? Ja. Ja? Oké. Oh. 1, 2. Oh. Pas je er nog in, weet je? En Lucilla heeft natuurlijk hele lange benen. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Lucilla. Gaat het lukken? Ja, het gaat lukken. Ze zit erin. Wat heb je trouwens gedaan met je knieën? Gevallen. Gevallen wanneer? Vandaag. Vanochtend met de... Wil je zo'n pip uitlaten? Ja. Kijk, ze hebben hier ook kleine karretjes voor deze Lidl. Nou, wil je het toch eruit? Dan gaan we eruit. Lidl bij de Efteling. Ja? Ja. Oh, 1, 2. Oh, wat grappig. Nou, ze wil toch ook voor een karretje. Nou, dan hebben we karretjes genoeg in ieder geval, hè? Karretjes? Ja, karretjes genoeg. Gaan we beginnen met het groente en het fruit. Oh ja, de kaart, ja. Zullen we maar die goed bewaren? Ik vind het te fijn. We zijn nu even in een andere Lidl, want Daniel heeft hier zo een afspraak in de buurt. Ja, pak maar een lekker cookie. Dus we zijn even in een andere Lidl, want dan moet je altijd eventjes kijken hoe de volgorde is van het lopen. Ja, die cookies die mag je wel. Dan gaan we nou even naar het groente en het fruit. Die zie ik daar alweer. Oh ja, koffiepads. Die hadden we ook nog nodig. En dan doen we de extra dark. Extra donker. Die zie ik er. Ja. Alsjeblieft. Ja, heel goed, Luan. De aardbeienjam. Ik zag het zo. Ja, had je goed gezien. En de chocopasta. Ja, dat is ook wel leuk. En de honing. Honing? Ja, de honing. Die was ook op. Want ik doe er altijd veel in. Ja, een lekker druifje erbij. Pak maar 2 bakjes, ook eentje van die. Deze. En dus, alsjeblieft. Maar lekker veel aardbeien.
aardbeidjes. Ja, kijk eens, die. Als je, ik had helemaal geen karretje hoeven pakken. Oh, nou, dat vind ik vriendelijk, jongen. En deze, die vinden ze ook altijd lekker. Hier, mama's lekker. Oké, wat heb je gevonden, Lucilla? Alsof je op de kermis bent, Lucille. Vang de bollen. Ja, goed zo. In de zak. Het is even tijd voor een lekker stukje fruit van. Frank en Jan. En nog een broodje. Ja, pak maar een broodje. Ja, dat maakt niet uit. Dat is hetzelfde. Ja, pak maar. Goed zo, Sil. Heel goed. Ja, gaat hij nog in jouw kar? Of gaat hij in mama's kar? Goed gedaan. Nou, Sil, welke heb je uitgezocht? Het dolfijn. Het dolfijntje. De kar gevuld en weer op naar de auto. Zo. Nou, en we zijn weer thuis met alle boodschappen. Kom maar, schatje. Kom maar. Zo. En we zijn weer thuis. Luxie op het dolfijntje, hè? Luxie is weer lekker wakker. En die is ook heel blij met het dolfijntje. Mooi, schatjes. Papa tilt de boodschap even naar binnen. Zo, zo Luxie. Heb jij mama in de kastjes doen? Oh, mooi dolfijntje, hè? Heb je die weer gekregen? Ja. Ja, lekker spelen. Inmiddels zijn wij weer thuis. En ik was de boodschappen even aan het inruimen in de kastjes. En ik weet niet of er moeders zijn die dit herkennen. Of in ieder geval vrouwen zijn die het herkennen. Mannen kan ook. Die dit herkennen. Ik ben die boodschappen in die kastjes aan het doen. En ik denk, jeetje, wat een rommeltje in die kastjes, joh. Dus ik ben even aan de poetserij gegaan. Kijk, dat kastje is nog echt één grote rommel. En hier ben ik het even aan het poetsen, schoonmaken. Even alles weer een beetje aan het selecteren. Want dat allemaal en dat allemaal. Moet er allemaal in de kastjes. En het was me even een warbel. Sommige verpakkingen zijn ook open. En dan valt de hoofd eruit. En dan ligt door het hele kastje ligt overal eten. Dus ik denk, ik ga het eventjes opruimen. En ook allemaal van dit soort open verpakkingen. Zoals de spaghetti. Lag ook door het hele kastje heen. Dus dan ben ik heel eventjes aan het opruimen. Ondertussen zijn de kids lekker aan het spelen. Luan heeft zijn treinenbaan weer gevonden. De toetoet, hè Luxie? De toetoet, zegt ze dan. En Luan gaat een hele spectaculaire treinenbaan maken. Want hij gaat niet zomaar een treinenbaan maken, nee. Wat ga jij doen, Luan? Een treinachtbaan maken. Een treinachtbaan maken. En dat doet hij door middel van deze stoelen. Dan maakt hij zo'n heel parcoursje. Legt hij de boeken en stoelen en weet ik wat allemaal van dingen op. Ja, liefie. Wat is Luan aan het doen? Hé, en Luxie, Luxie was weer met deze leuke auto aan het spelen. Maar nu vindt ze de trein toch ook wel heel erg interessant worden. Mama! Ja, liefie. Ja, moet hij eruit? Zat hij een beetje vast? Kijk, alsjeblieft. Woezel die denkt ook, ik ga eens even snuffelen. Woezel, niet in de billetjes van Luxie snuffelen. Gaat hij jouw billetjes snuffelen? Krijg je een kusje van Woezel? Ach, een Woezel, jongen. Echt, jongen. Ja, Woezel moet altijd even snuffelen. En jongen, dit kastje ook weer netjes opgeruimd. En nu, ja, nu ik toch bezig ben, dit kastje. We zijn een hele tijd verder en jawel, de keukenkastjes zijn helemaal opgeruimd. En wel, ik heb buiten even de vuilniszak neergezet. Ik kan Daniel die straks even weggooien. Echt hoeveel troep er uit die kastjes komt, niet te geloven. Zelfs deze kast ook bijvoorbeeld, deze zat helemaal bomvol met... Ja, ik weet niet echt niet, maar gewoon rotzooltjes, dingetjes. Met spullen, dat is het goede antwoord. Lucilla is in ieder geval ook weer beneden. Ja, met allemaal troepjes en dingetjes, hè. Lucilla is ook alweer beneden. Die is even lekker aan het spelen met Pop. Luxie, die is nog steeds aan het spelen met de trein. Alleen, het wil niet echt lukken met de treinenbaan, Lu. Hé, wat is het nou? We hebben te weinig spoor. Luan heeft zoiets van, ja, ik heb te weinig spoor, want dit is het enige spoortje zo. Maar misschien kunnen we hem korter maken. Dat hij een soort rondje is. Moet ik je even helpen dan? Nee. Maar hij gaat ook niet meer zo snel als ik hem op de batterij. De batterij is dan leeg, denk ik. Het is druk. Ah! 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 Dit doe ik nog een keer. Nee. Luxie wil misschien ook wel drukken, hè, Luxie? Oh nee, Luxie wil het niet drukken. Dat is spannend, hè? Ja. We vaak ergens om deze ronde bijten. Oh nee, hij gaat bijten. Ik ga ombijten. Echt niet. Ja, hij kan je voelen al. Okay.
het al best lang niks. Nee. Ja! Ja, ik zal make-uppen. Ja. Oké, okay, nou, de kinderen die willen make-uppen, maar voordat we gaan make-uppen... Mama, jij moet mijn staartje goed doen. Ik moet even je staartje goed doen. Maar voordat we gaan make-uppen, gaan we eerst even Lucilla zijn oorbelletjes in. Heb ik lang niet één. Deze. Want die moesten... Waarom moest die uit? Voor de filmrol. Voor het filmrolletje, hè? Want de Saar in de film die had geen oorbelletjes in. Hè? Nee, maar ik heb wel nog gaatjes. Ja, je hebt wel gaatjes, maar dat zie je niet. Ik wil eigenlijk nog gaatjes hebben. Kom hier, wat wil je? Heb ik... Dat gaatjes dichtgroeien. Nou, dat zal ook niet zo veel. Ik heb ook gaatje nog. Ja, maar ik ben mijn oorbellen kwijt trouwens. Maar ik heb ook gaatjes inderdaad. Maar die voor mij groeien ook niet meer dicht. En hopelijk bij jou zijn ze niet dichtgegroeid. Dus hij heeft nu al een jaar gaatjes. Dus dan zou je denken dat hij niet meer zo snel dichtgroeit. We gaan eens even kijken of we nog er doorheen kunnen. Ze heeft al een jaar deze oorbellen. Kom eens hier. We moeten oorbellen eens maar schieten. Nou, even die andere proberen. Ik ga even die andere. Anders ga ik even een ander oorbelletje pakken met een pinnetje. Met een pinnetje. Ik ga even hier. Dus even omdraaien. Ja. Niet een half oorbellen, dat is een hakkenpakker. Nee, ik ga even een pinnetje pakken. Ja. Ja? Wat is een pinnetje? Met zo'n rechte staafje, dus zo'n ronde. Die gaat heel lastig erin. Oh ja. Ik kom zo terug. Oh, goed. En jou was ook zo'n ronde. Ik zie al hele mooie dingen. Zie je wel mooi? Ja. Ik zie al hele mooie dingen. Allemaal Lucille. Lucilla's mooie bijouterie doosje, zoals je dat noemt. Bijouterie. Dat ze voor de verjaardag heeft gekregen. Welke wil je indoen dan? Zit dit hier? Als je ingaat. Mooie oorbelletjes. Ballerina schoentjes. En die hebben een pinnetje. Kijk, die hebben zo'n een pinnetje. Hopelijk lukt het me nu wel om haar gaatjes erin te prikken. Ja, maar ik hoop niet dat hij in de spint op. Nee. Hoeveel gaatjes te schieten? Ja, dan moet je dus over een gaatje schieten. Als het me nu niet lukt. Ja, maar mam. Ik ga mijn best doen, ja? Ze heeft nu... Luxie, doe maar niet, schatje. Ze heeft nu... Even tellen. We waren daar vrijdag. Vrijdag deden ze uit. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag... Nee. Hé, wat is het vandaag? Ja, het is vandaag staken de scholen, dus ik ben een beetje uit mijn ritme. Het is vandaag donderdag. Oké, vrijdag ging die uit. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ze heeft nu 6 dagen geen oorbellen in. En ze heeft een jaar geleden gaatjes laten prikken. Nu ben ik dus benieuwd of ze nu echt zijn dichtgegooid. Of dat ik gewoon even iets harder moet doorduwen. Dus we gaan het nog even proberen, goed? Mm-hmm. Ja. 1, 2, prik! Ja! En gaat hij er doen? Oeh, schatje. Ja? Oh! Wat? Ja! Ja! Je hebt echt heel erg geluk gehad, Sil. Wat? Ik moest even doorduwen, maar er komt helemaal van dat gele pus uit. Zing. Ja, kijk je op mijn vinger. Ja. Mag ik zing? Ja, ik heb het al afgebrokkeld. Er moet een beetje even heen en weer wiebelen. Oh, echt op een nippertje, Sil. We moeten maar niet meer zo lang je oorbellen uitdoen. Wow! Mooi, hè? Het is echt heel leuk, die ballerina. Oeh, die ballerina. Nee, op de tweede! Nu de andere kant nog. Zodat die ook open gaat. Dit is het gaatje van Lucilla nu. En aan de achterkant, ja. Eens even kijken. Eens even kijken. Kijk, aan de achterkant, ik weet niet of jullie het zien, maar de achterkant ziet er zo uit. En we gaan eens even kijken hoe die er nou, hoe deze er nou weer doorheen gaat. Goed? Zo. En dan zie je dus de achterkant. Blijf zitten, liefie. De achterkant.
bed. Zie ik hem dus niet. Auw! Oké. Okay. Hij zit erin. Nee, nog niet. Auw. Dan hier aan de achterkant. Zit hij erin? Dan kan ik hem dus uitdrukken. Goed in de ziel. Zometeen gaan we het heel even een beetje ontsmetten. Waarom? Wat is ontsmetten? Kijk, hier komt dat witte spul uit. Ik weet niet of jullie het zien. Ja. Ja, ik zie het ook wit spul. Een beetje van het witte... wit drolletje. Een wit drol. Dan gaan we het even een beetje ontsmetten, zodat het gaatje weer goed kan opengaan. Zo. Nou, nu heb je wel weer hele mooie oorbelletjes, hè? Nou. Oh, het ziet er lekker uit, zie. Het was echt even op het nippertje. Ik dacht van, oh jee, de gaatjes die zitten dicht. Maar gelukkig, ze zijn alsnog open gegaan. En ze wil nu lekker make-uppen. Ze had natuurlijk van haar verjaardag een leuke make-updoos gekregen. Oh, en Luan die wil haar meehelpen. Die vindt het goed. Wat vind je dan? Vind je dat leuk? Losgaan op Lucilla. Luan heeft natuurlijk bij de opnames van de film gezien dat Lucilla iedere ochtend werd opgemaakt daar in de visagie. En dat vond hij heel interessant. Kijk, nu gaat hij het dus even naspelen. Luan moet altijd allerlei dingen naspelen als hij dingen ziet. Ja, dat en die... van mij. Zo, dank je. Doe even een poedertje op. Ah, die pluk. Yes. Zal ik je haar even wat vaster doen, Zil? We zijn boven en Lucilla die is helemaal gemake-up door Luan. Wil jij die mooie unicorn jurk aan? Laat mij jouw gezichtjes even zien. Oh, Silla. Heb je dat gedaan? Ik vind het prachtig gedaan, jongen. Ja, en oh, heb je... Oh, kijk dan. Luxie heeft jouw rok aangedaan. Ah, Luxie. Ga jij ook dansen, Luxie? Luxie wil ook... Ik vind hem heel mooi staan, Lux. Hij past er volgens mij ook nog. Laat ze zo staan. Hij past jou ook nog, Luxie. Ja. Terwijl Luan even de jurk van Lucilla weer de knoopjes dicht doet, heb ik hier nog iets super grappigs. Deze had ik, vraag me niet waar ik het heb gekocht. Je krijgt wel eens van die advertenties, toch? Volgens mij is het via Instagram zo'n advertentie. Dit is zo'n staart die je in kan doen in je haar. En die heb ik eigenlijk net binnengekregen. Het is een beetje zo'n AliExpress dingetje, zeg maar. Of zo'n Wish dingetje. Wil je deze ook proberen? Ja! Wauw, kijk. Lucilla heeft vet lange haren. Schatje, wat mooi. Kijk, dit is een soort ding die je dus om haar flecht. Om haar... Oh, ik mag niet zeggen. Oh, het is heel mooi, echt lang haar van Lucilla. Oh, je make-up erbij. Heel mooi, echt verbrand met die jurk. Schatje, het lijkt echt nog wel op Rapunzel haar. Wauw. Kijk, dat is leuk. Het kleurtje is ook heel goed. Ja, liefie, mama die is boven. Nou, Lucilla die wilde even haar mooie outfit aan papa laten zien. Nou, papa. Tada, de nieuwe Lucilla. Oh, Woezel, die komt ook even kijken. Ja, Woezel, wie is dat nou weer? Een Pip. Wauw, ga je zo naar opa en oma dan? Dan moet ik wel gewoon schoenen aan. Je moet je wel schoenen aandoen, ja. Ja, dat is wel handig. Geen hakjes. Nee, gewoon een hak. We zijn zo benieuwd naar Lucilla's ervaring. Mama. Ja. Ik kan die wit hakjes aan. Ja. Die witte hakjes? Ik kan ook een keertje buiten geweest. Schatje, je ziet eruit. Ga je zo naar opa en oma? Ja. Ja? Dan zeggen opa en oma, hey, waar is Lucilla gebleven? Hebben jullie Lucilla bij de filmset achtergelaten? Ja, we hebben het lekkere verse bolletje van de supermarkt. Die gaan we even eten. Eens maar in de huisjes. Wauw, opa en oma zullen wel heel erg mooi vinden hoor. Deze huinkopers kom weer van de filmset. Ja. Ik ben blij.
Fluffy, Glitter en van Snoep, alles van mij. Snuffy, schrijf mijn enorm poep, ja, ik wil slijm. Ik heb geen geld. Lucilla naar de auto met de lange haren en ik moet even de jurk hoog houden. Zo, kom maar liefie. Ja, hoezo pip je ook mee, hè? Prinses met de lange jurk en de lange haren de auto in. Zo, nou, daar is de eenhoorn Lucilla en mooie Lixie. Oh, banaan. Ja, hij komt eraan. Hallo. Hallo, oma. En lieve opa. Ja, ga een boekje lezen. Luxie zit weer in het favoriete hoekje van oma. Oh, mooi. Is het ijsperen? Ja! Mama, moet je snel weg doen? Ik ben een beetje zeer, hoor. Mama, dan moet je snel weg doen. Nee, zo wordt het weg. En ondertussen ben ik weer lekker met Lucilla aan het puzzelen geslagen. Oma die heeft hier altijd hele leuke puzzeltjes en Lucilla is dol op puzzelen. Kijk, we zijn nou deze 60 puzzelstukjes van Pinocchio aan het maken, hè Sil? En hij gaat al heel goed, want waar beginnen we altijd mee? Als we... Met de hoekjes en de randjes. Met de hoekjes en de randjes en daarna vullen we hem helemaal in. Zingt voor jou in de keuken, oma. Wat is oma het maken, Luana, Luxie? Lekkere spinazie. Kijk, Luxie. Zeg je dankjewel, lieve oma. Oh, Luxie, dus je dat? Oh, zeg maar dank. Kun je zeggen dank? Dank, zegt ze. Ja, dat hebben we natuurlijk gemist. Lekkere spinazie van oma. Lekkere hakballetjes en lekkere aardappeltjes. Nou, leuk dat jullie met ons hebben meegekeken. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik hieronder op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Tot morgen. Lekker hè? Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.